Welkom bij de 3x3 Power Workout voor een fit, strak en sterk lichaam. Ik wil heel even vertellen dat deze workout het best geschikt is voor mensen die al wat vaker trainen en echt een beetje fit zijn en ook goed de techniek kennen. Zoals je gewend bent is een 3x3 workout 3 oefeningen, iedere oefening 45 seconden werken, 15 seconden rust. Nu is het in deze workout zo dat ik iedere oefening heb opgesplitst in 2 oefeningen. Het gaat heel snel, je traint je hele lichaam op kracht, conditie, van alles. Oefening 1 zijn 4 push-ups en 4 halve burpees. De push-ups, als het lukt doe je ze uiteraard op je tenen. Dit is een push-up, daar doe je er 4 van. En vervolgens 4 halve burpees. Wat is een halve burpee? Je springt met je voeten zo dicht mogelijk naar je handen. En je springt weer terug in de plankpositie. Daar doe je er dus 4 van. Dat gaat redelijk snel achter elkaar. En vervolgens doe je weer 4 push-ups. Wil je de push-ups op je knieën doen? Dat kan ook. Misschien in ronde 3 denk je, ik kan niet meer. Lekker op je knieën. Dan doe je hem dus gewoon op je knieën. 4 maal, maar daarna moet je wel even op je tenen komen, anders kun je die halve burpee niet doen. Dat is dus oefening 1, dus gedurende 45 seconden blijf je dat constant herhalen. Oefening 2 bestaat uit 10 high knees en 10 mountain climbers. Dit zijn de high knees en je telt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de mountain climbers is eigenlijk de high knees, maar dan horizontaal, namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De laatste oefening, dat is misschien wel de moeilijkste oefening. Het zijn 4 jumping lunges. Nou, de lunge zoals we die meestal doen, is gewoon voorwaarts uitstappen. Dat mag je uiteraard doen, ga je om en om uitstappen. Vind je het fijner, stap je achterwaarts uit, dat vind ik ook prima. Maar de jumping lunge, je doet er maar 4. Je komt in de lungepositie staan. Je springt omhoog. En in de lucht wissel je van been. En dat doe je dus 4 keer. 3, 4. En daarna kom je staan in een brede spreidstand. En je gaat 8 keer boksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan doe je weer 4 jumping lunges. 8 keer boksen. Bij het boksen geen slappe armpjes, maar echt kracht. En de kracht komt uit die buikspieren, bam, in die armen. Goed, ben je er klaar voor? Zorg alsjeblieft dat je een kleine warming-up hebt gedaan voordat je aan deze workout start. En als je je warming-up hebt gedaan, dan doe je lekker met mij mee. De tijd loopt al hoor. 9 seconden. 4 push-ups, 4 halve burpees. Be ready! Ik zal niet tellen, want anders raak jij ook de tel kwijt. Zorg in elk geval dat je schouders altijd boven je handen zijn. Zorg dat je navel in is en je rug is recht. Heupen. Blijf sterk. Als het nodig is, dan doe je de push-up op je knieën. Maar voor de halve burpee zul je toch echt op je tenen moeten komen. Doe het niet al te snel. De kwaliteit van de uitvoering gaat altijd boven de kwantiteit. Stop. 10 high knees, 10 mountain climbers. Ik zal ook nu niet tellen, want anders raken we allebei in de war. Jij werkt op jouw tempo, ik werk op mijn tempo. Yes, 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 we kunnen. Yes. In de mountain climber, 9, 10, is het wel van belang dat je schouders boven je handen zijn. Navel is altijd in. Die mountain climber. Nu krijgen we dus die 4 jumping lunges en 8 keer box.
De jumping lunge mag je ook vervangen voor een uitstaplunge naar voor of naar achter. Probeer zachtjes te landen, je achterste knie naar de grond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als je bokst, twist je met je bovenlijf. Onderlijf blijft stil. Kracht in die buik. Dat was ronde 1. Gaan we door naar ronde 2. Wat was er ook alweer? 4 push-ups. 4 halve burpees. Schouders boven je handen. In die push-up voorkom dat je gaat hangen in die heupen, hè? Dat zie ik wel vaker gebeuren. Til die billen hoog op. Niet te hoog dat ze in een driehoek zijn, maar wel in een plank. Chinese nu en 10 mountain climbers. Cardio, trek je navel in, maak je lang, trek met de kracht van je buikspieren je voeten omhoog. Hou vol. Oh, dat was hem. Goed. 4 jumping lunges, 8 keer box. Die box gaat niet vanuit je heupen. Gaat echt vanuit je bovenlijf. Bam, bam. Maar eerst de jump lunge. Zorg dat die knieën netjes boven je voet blijven. Dat was hem. Oké, 6 minuten zitten er al op. De laatste 3. Even ademhalen. Hoe vind je hem tot nu toe? Is hij een beetje pittig? Lekker werken. Dus je weet, de optie hier is op je knieën. Heb vooral niet het gevoel dat je opgeeft als je hem op je knieën doet. Want veel belangrijker dan dat je hem op je knieën of op je tenen doet, is dat je hem goed doet. En je kunt beter starten met een juiste techniek op je knieën, langzaam sterker worden en dan aan je tenen. Dat was dat. 10 high knees, 10 mountain climbers.
zal hem even deze kant op doen. Voor de variatie. Vind ik leuk. Je moet toch wat. Probeer constant die knietjes zo hoog mogelijk te trekken. Al bijna naar de grond. Je laatste oefening. 4 jumping lunges, 8 keer power box. En het is je laatste minuut, dus box echt met power, hè. Ik zal hem van de zijkant doen, dat je goed kan zien. Navel is in, rug is recht. Dat was hem. 9 minuten. Power workout. Tot de volgende keer. Goed gewerkt.